Welkom terug en tof dat je weer kijkt naar de wiskunde academie. In deze video gaan we het hebben over procentuele afname. De vorige video hebben we al gehad over procentuele toename, hoe je dat berekent. maar nu ook hoe je procentuele afname kunt berekenen. En daarom starten we allereerst gelijk met een voorbeeld. Een smartphone abonnement kost normaal gesproken 39,95 per maand. Dan heb je een flinke bundel voor bellen, internetten enzovoort. Het abonnement is tijdelijk in de aanbieding voor maar 24,95 per maand. Nou, dat is toch een mooie flinke korting die je dan krijgt. De vraag is nu, hoeveel procent korting krijg je nu op de maandelijkse premie? Dus pauzeer eens de video en kijk eens of je voor jezelf in staat bent om deze procentuele korting uit te rekenen, nou, procentuele korting wordt eigenlijk mee bedoeld procentuele afname. Namelijk, het maandbedrag gaat afnemen tot een prijs van 24,95. Je zit dus al op de top van 9,95, 99 maar hij zakt naar beneden naar 24,95. De eerste vraag, wat is nu de absolute afname? Nou, je hebt twee bedragen. De absolute afname is natuurlijk waar je vandaan komt. En dan ga je natuurlijk die andere vanaf halen, dan weet je het verschil. En dan zie je dus dat het verschil 15 euro is. Er gaat 15 euro van die abonnementskosten af. Dan de vraag, wat is nu de procentuele afname? De procentuele afname gaan we altijd, die afname, de absolute afname, vergelijken met iets. Met, wa met wat vergeleken we hem ook altijd er weer? We vergelijken hem altijd met waar we vandaan komen. Want die 15 euro die gaat af van. De 29,95. Dus daarmee ga je hem vergelijken. 15 euro gaat er vanaf ten opzichte van je uitgangspositie. Je oude situatie, 39,95. En we maken deze verhouding altijd tot, een procent, tot procenten door te vermenigvuldigen met 100%. Wanneer we dit uitrekenen, komen we ongeveer afgerond, dus let op de golfjes, op 37,5% uit. Je ziet dus de afname bovenin wordt gedeeld door oud. Hoe staat dat ook weer bij procentuele toename? Want geldt hier nu gewoon eigenlijk dezelfde manier van berekenen? De procentuele toename was de toename, maar dan ten opzichte van ook weer, ten opzichte van de oude situatie. Nou, dat lijkt hetzelfde. Hier hebben we afname ten opzichte van de oude situatie keer 100%. Maar de toename. Werd altijd gegeven door nieuw min oud. Dat geldt het hier ook? Als we hier naar de absolute afname kijken, gaan we 995 min 24,95 doen. Is dat dus nieuw min oud of oud min nieuw? 39,95 dat is oud. En 24,95 is nieuw, dus hier staat oud min nieuw. Hé, hey, maar dat betekent dus dat je berekening voor de procentuele afname dus niet nieuw en oud is, maar oud min nieuw gedeelde oud. Oh, dat is lekker verwarrend. Heb ik net die ene formule geleerd over procentuele toename, nieuw min oud gedeelde oud. En nu in één keer zit er weer een verandering in. Dat is niet erg handig. Laten we dan gewoon eens een keer gaan berekenen alsof het een toename zou zijn. Laten we eens kijken wat daaruit komt. Dus procentuele toename, we weten dat is nieuw min oud, gedeeld door oud. Nou, nieuw in dit geval is 24,95 en oud is 39,95. Dus we krijgen 24,95 min 39,95, gedeeld door 39,95. Wat is nu het verschil hier eigenlijk tussen de berekening hierboven en procentuele toename? Want dit vermenigvuldigt met 100%, dan zie je dat die. Teller, de bovenkant, is niet 15, maar min 15. En 24, 25, min 39, 95, kom je op min 15 uit. Dus het antwoord is bijna hetzelfde, alleen er staat een minnetje voor. Min 37,5%. Hé, hey, maar dat is mooi. En ook logisch natuurlijk. De procentuele toename is negatief. Een negatieve toename... Ja, dat is natuurlijk gewoon een afname. Kunnen we dus niet gewoon zeggen. Weet je wat? We gebruiken gewoon de formule voor procentuele toename altijd. En zodra er gewoon een minnetje ontstaat, weten we. hé, hey, dat is een negatieve toename. Dus een afname. En dan hoeven we er ook maar één te onthouden. Inderdaad, en dat gaan we dus ook doen. De procentuele toename of afname berek je dus met nieuw en oud gedeeld door oud keer 100%. Is de uitkomst positief? Dan weet je dus dat je met een toename te maken hebt. En is de uitkomst negatief. Dan heb je dus een negatieve toename. Dan is het dus een afname. Dan laten we dit gelijk nog even een voorbeeldje toepassen, zodat je gelijk even een beetje feeling hiermee hebt. Het aandeel Facebook was op 23 augustus 2012 nog slechts 18 dollar en 2 cent waard. Terwijl het aandeel op 13 mei, wat nog geen 3,5 maand ervoor was, nog 38 dollar en 17 cent waard was. Bereken eens met hoeveel procent het aandeel Facebook gedaald is in die periode, in die korte periode van minder dan 3,5 maand. Dus eens even de video en kijk eens voor jezelf of je hieruit komt, of je inderdaad deze regel goed kunt toepassen. Nou, we gaan dus de berekening maken: nieuw min oud gedeeld door oud. Belangrijk ook hier weer dat je goed oplet wat is nieuw en wat is oud? Nou, die nieuwe waarde is 18 dollar en 2 cent, terwijl de oude waarde 38,17 cent was. Dus 18,02 min 38,17 cent gedeeld door 38,17 cent keer 100%. Dit levert je procentuele toename op. Let op, dit is procentuele toename. Dus als je hier wat voor wil zetten voor die formule, zet er dan neer procentuele toename, want je breekt eigenlijk een toename. Als die dan dus blijkt negatief te zijn, dan zeg je: oh, maar hij is negatief. Dus eigenlijk is het geen toename, maar het aandeel is dus eigenlijk gedaald. Het is een afname met 52,8%. Let ook weer op de golfjes bij de afronding. Nou, dit was de eindelijk over procentuele afname berekenen. Wil je meer weten over wiskunde het algemeen of welk onderwerp dan ook? Ga dan naar wiskundeacademie.nl of volg ons op Twitter en like us op Facebook. En natuurlijk, neem even de moeite om een comment te droppen als je dit leuk vindt, of minder leuk of interessant. Tot in de volgende video.